ben Chris, 21, en ik rij een Saab Sonet. Dat is een tweezit sportwagen met een tweetakblok van Saab, gemaakt in 1967. Dit is nummer 33, er zijn er mooi weinig van, dus lekker zeldzaam. De Saab Sonet is een sportwagen gemaakt door Saab, speciaal van de Amerikaanse markt. Van dit model zijn er ooit 257 gemaakt, waarvan merendeel naar Amerika is gegaan en is weggerot. En dit is een originele auto uit Genève, een Europees geleverde auto, met origineel 33.000 kilometer gelopen en is als nieuw, rijdt als nieuw en is een genot om in te rijden ook. Mijn ouders reden vroeger ook Saab. Ik begon ook zelf met een 96 omdat ik het model mooi vond. Alleen die auto was slecht, dus ik ging met naar mensen toe die me konden helpen. Ik kocht onderdelen. Op een gegeven moment werd er een jongerenclub opgericht van Saab, daar rolde ik in. Ik kreeg een vriendengroep eromheen. Ik leerde steeds meer over de auto's, reed ik steeds meer auto's en heb zo eigenlijk een soort van passie gekregen voor het merk aan zich. Want voor mij auto's zijn die heel stijlvol zijn, zonder een hele negatieve uitstraling te hebben. Het heel sportief uitzien, ook zo rijden heel snel zijn. Sommigen langzaam, sommigen snel, maar ze rijden allemaal heel fijn voor mij. En ja, het zijn allemaal tijdloze auto's. Wat is er zo speciaal in Saab Sonet 2? Ik denk voor iemand die de auto niet kent, is het geluid. Die auto knettert. Het is een tweetaktmotor, net als een oude Trabant. Een oude Wartburgs of oude Oost-Duitse autootjes. Het knettert. Er komt blauwe rook uit. Je ruikt de auto, je hoort de auto. En als je ernaar kijkt ook. Het ziet er raar uit. Het ziet er niet uit als een Saab. Het ziet er niet uit als een Italiaan. Het ziet er niet uit als een Brit. Het is een mengelmoes van allemaal styling-elementen die samen zijn gekomen. En de vergelijking die mensen wel eens maken is dat het lijkt op een Ferrari die ze in de wasmachine hebben gegooid die wat kleiner is geworden. Onder de motorkap ligt een 3-cilinder tweetaktmotor met 850 cc. Met 3 Solex carburateurs. Dus ongeveer heb je 65 pk, dus het stelt niet zo heel veel voor. Het verbruikt ook heel veel. Een tweetaktblok is, moet er ook heel veel mengsmering doorheen. Deze heeft als laatste model ja, wel een aparte olietank die het zelf mengt. Ik geloof dat het 2,5% is, dat valt ook nog wel mee. Dit was het snelste tweetaktblok dat Saab origineel heeft geleverd. En mede omdat de auto maar iets van 700 kilo weegt, is hij op zich best vlot. Maar het is onder de motorkap absoluut geen Ferrari of een andere dikke sportwagen. Het is wel een Saab weer onder de motorkap. Gewoon een Saab 96 ingekort met een blok erin die net wat sneller is. Maar het houdt allemaal niet over. Ja, het is het geluid. Dat is alles. Hij heeft ook een vrijloop. Dat betekent dat als ik mijn gas loslaat, trapt hij automatisch de koppeling in. Dat doet hij omdat een tweetaktmotor gesmeerd wordt door de olie. Maar als je heuvel afrijdt en je geeft geen gas, dan krijgt die motor geen smering en dan loopt het allemaal stuk. De Saab-wereld is een heel aparte wereld, omdat je heel veel verschillende soorten mensen hebt. Ik ben dus lid van een soort van vriendengroep geworden van 20 jongens, Saab Youngsters. En dat zijn allemaal studenten en iedereen doet wat anders. Sommigen werken, die hebben allemaal een bepaalde passie ook. Dat zijn allemaal jongeren, dus die gaan er heel luchtig mee om en we drinken vaak bier samen en hebben een feestje of hebben wat leuks. Maar als je naar een meeting gaat, dan heb je weer tegenovergesteld. Dan heb je de mensen die wel alleen technisch bezig zijn. Die onderhouden zijn auto goed, alleen het ziet er allemaal niet uit. Of mensen zijn, daar moet het perfect voor zijn. Dan merk je in zo'n wereld dat iedereen samenkomt. En je hebt niet meer zoals vroeger dat je het beeld hebt met Saab-rijders met een ribbroek en een pijp in de mond. Maar dat is tegenwoordig eigenlijk heel divers. Iedereen heeft eigenlijk wel dezelfde passie voor de auto. Maar allemaal op een hele andere manier. Ik kan me herinneren dat ik wegreed bij die kerel. Toen we de auto gingen ophalen, stook aan. En er kwam zoveel blauwe rook achteruit, dat de eerste fietsers die we inhaalden spontaan afstapten en even een doekje voor de mond deden. Het is maar goed dat niet alle auto's meer zo zijn, anders hadden we al lang geen natuur meer over gehad.